Welkom bij deze kennisclip over de bevoegdheden die de wet aan de raad toekent. In de grondwet is vastgelegd dat de raad aan het hoofd van de gemeente staat. Dit betekent niet dat de raad in alles de basis en inhoudelijk zeggenschap heeft over de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. Het bestuur van de gemeente is namelijk opgedragen aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Elk orgaan heeft zijn eigen bevoegdheden die hij aan de wet ontleedt. Grosso modo kun je zeggen dat het vaststellen van plannen en andere kaders met zoveel woorden aan de raad wordt toebedeeld. En het nemen van uitvoerende besluiten met zoveel woorden aan het college wordt toebedeeld. Wat doet dit met de raad als hoofd van de gemeente? De wet kent een algemene bevoegdhedenverdeling. De taken die een gemeente uitvoert bestaan uit twee categorieën: autonome taken en medebewindstaken. Autonome taken zijn taken die het gemeentebestuur zelf kiest om op zich te nemen. En medebewindstaken zijn taken die aan het gemeentebestuur worden opgedragen door middel van een rijkswet. Een voorbeeld van een autonome taak is het verstrekken van een subsidie. Een voorbeeld van een medebewindstaak is het organiseren en aanbieden van jeugdhulp. Ook het vaststellen van een bestemmingsplan of omgevingsplan is een medebewindstaak. Medebewindstaken zijn vastgelegd in een groot aantal bijzondere wetten. Autonome taken behoren tot de bevoegdheid van de raad. En medebewindstaken behoren in zijn algemeenheid tot de bevoegdheid van het college. Het is echter de betreffende bijzondere wet die specifieke bevoegdheden toekent aan het college of de raad. In de regel is het de raad die plannen en verordeningen moet vaststellen, de beleidskant, en het college is belast met de toepassing in concrete situaties, de uitvoeringskant. Bijvoorbeeld, de Jeugdwet draagt de raad op om een plan of een verordening vast te stellen, maar het college heeft tot taak om zorg te dragen voor het contracteren van voorzieningen op het gebied van jeugdzorg. De gemeentewet gaat ook in op de bevoegdhedenverdeling. Hoofdstuk 9 van de gemeentewet vanaf artikel 147 geeft een overzicht van de algemene bestuursbevoegdheden van de raad. Ook somt dit hoofdstuk op voor welke verordeningen de raad bevoegd is. Daarbij gaat het om algemene verordeningen en verordeningen op het gebied van handhaving van de openbare orde. Hoofdstuk 10 van de gemeentewet vanaf artikel 160 noemt de algemene bestuursbevoegdheden van het college. Daarbij valt op dat de raad vooraf invloed moet worden gegeven als het college enkele specifieke bevoegdheden wil invullen. Dat deze invloed er is, is zichtbaar door het gebruik van de term wensen en bedenkingen. Wanneer is er gelegenheid voor wensen en bedenkingen? Het college heeft de plicht om een voorgenomen besluit aan de raad voor te leggen als het gaat om deelname in een privaatrechtelijke samenwerking. Ook moet het college een voorgenomen overeenkomst die ingrijpende gevolgen voor de gemeente heeft aan de raad voorleggen. In beide gevallen moet het college de raad de gelegenheid geven wensen en bedenkingen te kunnen formuleren. Deze komen tot stand via een raadsbesluit in een openbare raadsvergadering. Daarna mag het college pas het besluit nemen. Het is niet zo dat de raad met deze wensen en bedenkingen kan verhinderen dat het college het besluit daadwerkelijk neemt. In die zin zijn wensen en bedenkingen juridisch soft, maar politiek wel degelijk van gewicht. Evenals een door de Raad aangenomen motie verplichten wensen en bedenkingen het college dus niet tot actie. Wensen en bedenkingen zijn overigens niet op één lijn te stellen met het aannemen van een motie. Want het instrument motie wordt ontleend aan het ongeschreven staatsrecht en kent feitelijk nauwelijks beperkingen. Ze hebben een meer politiek karakter waarmee een fractie zich kan onderscheiden. Dat kan niet worden gezegd van wensen en bedenkingen. Die zijn namelijk van de Raad als geheel. Bedankt voor het kijken.